Oké. Mia, niet leuk doen, hè? Jezus! Hallo mis kijkers, mijn naam is Roy en welkom weer een nieuwe Resident Evil 7 Biohazard episode. Vandaag gaan we weer verder waar we gebleven waren. Allereerst heel erg bedankt voor de feedback op episode nummer 1. Fantastisch, dank jullie wel allemaal. We gaan gewoon weer gelijk de game induiken en we gaan weer verder. Want jongens, ik had hier Mia dus vermoord en die is nu weg. Die is geteleporteerd, geen idee. Dat zal alweer creepy as shit zijn. Ik zie trouwens een beetje bloed linksboven in mijn gezicht. Dus waarschijnlijk ben ik nog een beetje gewond. Zo. Nu is weer alles goed. Ik heb een beetje alcohol over mezelf gegooid of wat het ook is. En nu is het weer prima. Ik was hier aan het onderzoeken. En het lijkt erop dat hier niet zoveel aan de hand was. Toen kreeg ik een telefoontje. Van een mevrouw. Echt ongelooflijk. Al die geluiden. Echt. Ik moet er nog steeds aan wennen hoor. Ik kreeg dus een telefoontje van zo'n mevrouw dat ik naar de attic moest. Dus ik ga eventjes in mijn map kijken. Waar de fuck is de attic? Of zo. De attic. Hier, dit is de second floor. Daar heb je de bathroom. Oké, de third floor. Ah! De attic! De guest house. Third floor. Oké, jongens, we moeten omhoog. We moeten naar boven. We moeten naar boven. Hoe gaan wij boven komen? We hebben ergens een trap, toch? Ja. Wacht, Mia. Waar is Mia? Waar is Mia? What the fuck? Ik vind het eng. Waarom zeg jij Mia? Je ziet toch niks? Of zien we wel wat? Ik ben echt zo bang voor een of andere jumpscare hier zometeen. Oké, dat is dat enge fucking kamertje. Jezus jongens, ik zit er nu alweer helemaal in. Oké, we gaan hier naar boven, ja? Dit is een plek waar we naar boven kunnen. Dus hier moet dan wel wat zijn. Hier kan je saven, dat weet ik nog. Kijk, daar hadden wij zeg maar gesaved. Hier heb je een ladekast, kan je niet zoveel. Tratatatata. Wat heb je hier nog meer? Heb je verborgen luikjes of zo? Hier had je die dozen. Wat is het? What the fuck is dit? Stairs. Een knop met stairs. Doet dat iets? It's not responding. Waarom niet? Oh, waarschijnlijk omdat dat ding geen stroom heeft of zo. En we hadden een plek waar we fuses konden plaatsen. Dat was een plek waar we iets met stroom konden doen. Verder weet ik er niet heel veel vanaf. En wij hebben nog niks van stroom gevonden. Oh, wacht. Ik weet wat, jongens. Wij hadden een breekijzer gevonden. Of hoe dat ding ook heette. Bolt cutters. En we hadden op het begin, echt helemaal op het begin, daar een kast. En wist je nog dat we die niet konden openmaken in episode 1? Omdat je daar een kettingslot op had zitten. Nu kan dat dus wel. Daar kwamen we binnen, die deur. Maar fuck dat, we gaan gewoon lekker dieper dit huis in. We zijn er nu toch. Hoppa, we gaan hem openbreken. Hier, hatsee. En wat vinden we dan? Waarschijnlijk een fuse waarmee we die trap wel kunnen fixen. Dat zal wel. Hey, jongens. De logic zijn real. Hoppakee, dankjewel voor de fuse. En waarschijnlijk moet... Oh mijn god, de rillingen lopen nu over mijn rug. Oh mijn god, ouwe. Nee. Mia. Ik vind het echt niet gruwelijk, ik zweer het je. Ik vind het echt doodeng. Oh ja, shit. Ik loop nu al de trap op, maar dat moet niet. Want we moeten die fuse plaatsen. En die fuse moet je plaatsen in dat fucking enge hok met die fucking televisie. Right? Mia, niet gaan kloten met mij. Alsjeblieft niet, oké? Alsjeblieft niet, Mia. Ik weet dat je me heel erg leuk vindt nog steeds en zo, maar alsjeblieft niet. Oké, plaats dat fucking ding. Oké, hij zit erin. Wat is dat? Dat is een lamp. Oké. Mia. Niet leuk doen, hè? Okay. Jezus! Fuck off.
Oh. Oh mijn god, ze heeft de kettingzaag. Don't do it, Mia, nee. Nee. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Are you fucking serious? Wat gebeurt er? Sta op. Sta op. Ja, zijn hand is afgezaagd. Oh mijn god. Oh mijn god. Nu bloed ik dood. Dat kan toch niet anders? What the fuck? Klik op die knop. Dat moet nu werken. Ja, daar gaat de trap. Holy shit. Holy shit. Jongens, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Mijn hand is afgehakt. Ik heb de trap. Mia is nog steeds levend. Die is dus blijkbaar echt dus geteleport zoals ik dus al dacht. Holy shit. Wat kunnen we hier allemaal doen dan? De deur. Kunnen hier naar binnen. Maar ik bloed dood. Als je pols open ligt, dan bloed je dood. Handgun ammo. Oh, what? Okay. Ik heb een pistool. Fine. First aid. Oké, zo kan ik dus schieten. Zo, en dan met RT kan ik schieten. Ja, dat doe ik nu natuurlijk niet. Ik wil mezelf eventjes healen. Kan dat? Kan dat niet? Ik wil mezelf even healen. Want ik heb... You don't need to use that right now. Oh. Ik heb het blijkbaar niet nodig. Mijn pols is of mijn hand is afgehakt. Maar ik heb geen first medkit nodig. Nou, het zal wel. Wat kunnen we hier nog meer doen? Waarom? Waarom gaat die deur achter me dicht? Wat is dit nou weer? Wie deed die deur dicht? Oké, we gaan niet naar beneden. Daar zijn we al geweest. We moeten deze kant op. Right? Wat is mijn objective? Head to the attic. Ja, daar lopen we nu naartoe. Oh, die deur ging weer dicht. Ja, fuck dat. Ik ga er echt niet meer naartoe. Ik ben serieus echt fucking bang nu. Deur open. Oké, we zijn bij de attic, right? Deur dicht. Fuck. Ik hoor hier van alles om me heen gebeuren. Deur valt weer achter me dicht. Wat is dit? Oké, we kunnen hier niet zoveel. Oh god, mensen, echt, ik ben zo fucking bang. En dat wil je echt niet weten. Een raam. Een deur. Oké, nou, laat de deur maar weer achter me dichtvallen. Ik ken die grap inmiddels wel. Doe maar, heel goed. Ja, toppie. Nou, ik heb handgun ammo gevonden. En ik ben bang dat ik zometeen mijn wapen moet gaan gebruiken. Want ik vind niet voor niets zo freaking veel ammo. Er komen straks fucking monsters op me af en die moet ik door een kop gaan schieten. Let maar op. Ik zweer het je, ik ken deze grappen. Dit is leuk. Dit is echt, jee. Oh, ik vind het zo leuk. Oh. Kijk ook deze poppen. Fuck nou op met die deuren achter me dicht doen. Spook. Wat je... Fuck off, Mia. Hoppa, door je fucking paasei. Nog een keer door je paasei. Reload. Ja, wat snap ik niet. Jij moet gewoon opbouten. Hier, die in je kop. Wil je nog één in je kop? Hier, hoppa. Straight to your face, bitch. Nog een keer straight to your face, bitch. Jij bent Mia niet. Jij bent een of ander mormel. Fuck off. Oh, shit. Fuck off. They're relying on me. Everyone is... Fuck off. Hoeveel schoten heb jij nodig? Bitch. I love you. Nou, ik niet van jou. Holy shit, hé. Oké. Ik ga even weer van rechtop in mijn stoel zitten. Ben je nu wel echt dood? Of nog steeds niet?
fucking kettingzaag. Welcome to the family, son. So! Oh, shit. Zo, daar kwam even Granddad kwam even langs hoor. De vader van die familie van dat huis. Die heeft me een trap op mijn kop gegeven en nu. Oh jee, ik word meegesleurd ergens naartoe. Door echt een heel eng monster. Die trekt me aan mijn been mee. Mia over de schouder. Wat is dit allemaal, jongens? Ik moet echt zeggen, deze game. Holy shit. Freaking eng. Zo goed gemaakt. Niet normaal. You have work to do. Wordt mijn hand nou serieus gewoon vastgeniet aan mijn pols? Van mijn arm. Whatever. Wat nu? Oh, lekker. Avondmaal. Where am I? What the hell? Ja, oh, lekker. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Yes. So. Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Wat is dit, jongens? Oh ja, lekker, een lekker oortje. Oh, yummy. Eet maar lekker. Ja. He's not eating it, Jack. He's not eating it. Get the hell up, Marguerite. I'll make that for him. Get the hell out of here. You're a son of a bitch. Oh mijn god, wat de fuck is dit allemaal? Kijk op die vrouw die hiernaast, die oma, die ligt er echt bij van... Oh. My boy. Ja, wat moet je nou? Wat heeft hij gedaan? Heeft hij mijn neus eraf gehaald of zo? Dan gaat me weer bewerken. Met zijn arm er vanaf? Of met zijn halve arm? I'm coming back for you. Jongens, wat is dit? Wat is dit? Ik weet gewoon echt niet wat ik moet zeggen of wat ik moet vinden. Kan ik iets doen? Oh, ik zit vastgetaped, waarschijnlijk aan het stoel of vastgebonden. Ja, ik heb mezelf nu losgemaakt. Ik vertrouw deze chick hier in die stoel echt voor geen goud. Die gaat me zo meteen me toch een tijdje bij mijn arm pakken of zo, you know? Waarom kan ik niet bukken? Oh, zo moet je bukken. Oh ja. Jongens, waar moet ik heen? Wat moet ik doen? Blijf zitten, hè. Zie je, ze wordt wakker. Ik zei het je. Dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Oké, kunnen we hier wat? Deurtje. We gaan er doorheen. Wegwezen daar. Want deze shit is fucked up. Oh, we hebben hier een luik. Yes, weg hier. Select an item to use. Oh, ze hebben allemaal items afgepakt. Oh, shit. Ik heb niks meer. Oh, dat was een blik. Ja, shit, hoe kom ik hier weg? Ik moet hier, via dit moet ik ontsnappen. Fuck. Ja, it's locked. No shit. Oké, nou gaan we door deze deur. Ik vind die oma die daar zit echt zo fucking eng. Echt serieus. Wat heb ik opgepakt? Wat is het? Een herb. Oh, help tegen wonden genezen en zo. Moet ik hier wel doorheen gaan eigenlijk? Is dit wel slim? Want daar gingen die gasten net naartoe. Ik ga eerst de andere kant op. Blijf liggen. Oh, ze kijkt me aan. Ze kijkt me aan. Fucking hell. Ik wil deze kant op. Hier gaat de klok. Open. Ligt hier wat in? Handgun ammo. Yes, ik heb ammo gevonden. Alleen nog geen wapen. Dus ik heb er nog niet zoveel aan. Maar ik heb ammo.
Had ik niet gevonden als ik niet deze kamer eerst had doorzocht, jongens. Dus dit is positief. Oké, three missing during Urbex trip. State authority asking for help locating three men who went missing during their travels to... Two men have been identified as Peter Walken, Andre Stigman en Clancy J. Three produced videos for internet and travel to... Ja, dit is waar ze het over... Dit is dat ene videobandje, weet je nog? In de vorige episode die we hadden gekeken. Dat zijn die drie gasten. Oh, wat kan ik hiermee? Kan ik dit fixen of zo? Nou, nee, ik kan hier niks mee. Wat zou ik ermee kunnen doen dan? Nou, het zal wel. Oh, hier kunnen we nog in. Of hadden we hier een ammo gevonden? Het zal wel. We gaan er vandoor. Hier hebben we alles gevonden, toch? Ja, daar lag de krant. Ja, we gaan er gewoon vandoor. Als ze me nou weer gaat aankijken... Jessica heeft me weer aan. Oh mijn god, ik vind haar zo eng. Ik vind haar echt zo fucking eng. Maar jongens, hoe gaan we hier wegkomen? Hier kunnen we nog steeds niet doorheen. We moeten naar die kant toe. Waar die gasten net naartoe lopen. We moeten er naartoe. We kunnen niet anders. En dat is dus hier naartoe. Kunnen we hier iets pakken? Nee. Holy shit, it's big out here. Oké, die deur is gelokt. Oké, wat kunnen we hier doen? We gaan deze kant op. Holy shit. Holy shit. Kan dit open? Kan dit open? Alsjeblieft, zeg maar dat het open kan. Oké, dit kan niet open. Ik zit hier gewoon fucking fucked op. Ik zit hier gewoon fucking fucked op. En hij komt deze kant op. En ik kan nergens heen. It's secured with tape. It can be removed by hand. It can't be removed by hand. Oh mijn god. Ik kan dat ding niet openmaken. En die pamfluit komt volgens mij deze kant op. Waarom kan ik hier niks pakken? Ik kan hier letterlijk niks doen. Oh mijn god. Jongens, wat moet ik doen? Wat de fuck moet ik doen? Die guy loopt hier rond. En ik heb geen idee waar ik de items kan vinden. Please no. Please no. Please no. Slip out before dinner was done. Shit, ik ben een lul. I'm on to you. Ik ben een lul. Ik ben een lul, ja. Drie, boom, schep op mijn kop. Hatsee. Ik weet niet of de bedoeling is dat ik dood ga. Maar volgens mij niet. Volgens mij is het niet de bedoeling dat ik dood ga. Hello there. Oh shit, waarom ren ik niet? Ja, ik word gepakt. Ik ben dood. Ik ben fucking dood. Oh, hij mist me. Holy shit. Holy shit. Oh, ik kon hier nog naartoe. Oh fuck, hij zit nog steeds achteraan. Ja, ik ben weer vol. Dodge the shit. Boom, hoppakee. Dan krijg ik even een flinke... I'm gonna squash you like a bug. Hope Marguerite didn't hear that. Ja, ik hoop het ook niet. Ja, nou maak maar kapot. Hoppakee. Volgens mij is het klaar. Right? Ja, volgens mij wordt het nog wel kapot gemaakt. Mijn arm wordt omgedraaid en shit. En ik ben helemaal fucked up. Ja. I'm dead. Pathetic. En ik weet niet of dat de bedoeling was. To be honest. Ik denk het niet. Nee. Dat was niet de bedoeling. Oké. Oké, daar ben ik weer. Ik ben weer in die ruimte. Die vrouw zit hier nog steeds in die fucking stoel. En ik weet dus dat die guy mij echt niet mag pakken. Ik weet nu wel waar een aantal dingen liggen. Zoals bijvoorbeeld dat hier in dit laadje, hier ligt ammo. Dat wil ik hebben, dankjewel. En ik weet dat er twee plekken zijn waar ik, ja, misschien zou kunnen ontsnappen. Je hebt natuurlijk dat luik hier rechts in die kamer achter de keuken. Even kijken. Kijk, daar zo. Daar heb je dus zo'n luik, maar daar kon ik niet in ofzo, want daar had ik iets voor nodig. En je had daar verder op zo'n deur, maar daar kon ik ook niks. Oh ja, die moest ik even oppakken. Heb je verder misschien nog iets? Hier hebben we allemaal lijstjes. Ja, ik kan hier ook wat mee. Nico's Hardware. Een saw, een rope, een pet collar. What the fuck? Een zaag?
een touw en een hondenriem. Dat hebben ze gekocht en hier staan de kosten. 20 keer een hondenriem, 4 touwen en 1 zaag. Wauw, oké. Okay. Dit is echt absurd. Nou goed, we gaan hier nu de deur uit. Want als het goed is, of nou ja, als het goed is, ik weet gewoon dat die guy hier rechts om de hoek staat. Ergens. Daar. Right? Toch? Ja. I'm out. We gaan hier lekker naartoe. We gaan hier lekker wachten. En dan zien we waar hij toe gaat. Want hier hebben we een... It looks fragile. Maybe you can break it with something. Oké. Okay. Heb ik dus nog niet. Maar je zou die doos kapot kunnen maken als je daar een item voor vindt. Oh shit, hij komt eraan. Volgens mij. Waar killde hij me de vorige keer ook weer? In dat hok toch? Met dat luik. Ja, daar killde hij mij. Dus ik denk dat hij daar weer naartoe gaat lopen. Ja, of niet. Ik weet niet, ik kom in ieder geval lopen. Hij is hier. Hij is daar naar binnen gelopen. Run. Ik hoor hem lopen. Yes, ik heb een hatchkey. Wat ik ermee kan, I don't know. Ik probeer alles te pakken. Alles wat ik zie. Kan dit open? There's no keyhole anywhere. Oh shit. Wat kunnen we hier? Oh, hier kunnen we niet zoveel. Als die gast nu terugloopt, ben ik de lul. Ik heb een hatchkey. Maar wat kan ik ermee? Wat kan ik daarmee, jongens? Ik kan daar een deur mee openen. Maar welke deur? Misschien dat luik. Maar dan moet ik weer terug. En die guy komt weer deze kant op. Ik hoor hem. Nee. Ja, shit. Hij staat daar. Hij loopt hier weer weg. Ja, hij loopt weer weg. Oké, wat ga ik doen? Ga ik achter me aanlopen? Nee, dat zou stupid zijn. Oké, wat gaat hij doen? Oké, hij loopt weer die kant op. Oké, dan ga ik ook die kant op. Hier zijn nog dingen waarmee ik iets kan. Foto's. Kan ik niet zoveel mee. Nee, ik kan niks met die deur. Oké, waar is die gast? Hij staat daar stil. Hij loopt door. Wij lopen ook door. Hij is weer deze kamer in. Oh shit. Oké, we gaan hier testen. Ik hoop dat hier die sleutel op werkt. Please. Shit. Dan hoop ik echt dat die sleutel dient voor dat luik daar. Anders weet ik echt niet hoe we hier wegkomen. Want ik heb daar niks anders kunnen vinden. Ga alsjeblieft niet deze kant op. Oh shit. Hij heeft gespot dat ik er vandoor ben. Shit. Als hij nu hier naartoe gaat, ben ik de lul. Hij maakt de deur open. Ik hoor het. Niet hier naartoe lopen. You won't be long before I find you and kill you. Oh shit. Hij liep er weer naar binnen. Oh shit. Ik hoop. Here I come. Oh fuck. Please not this way. Alsjeblieft, ga niet deze kant op. Alsjeblieft. Alsjeblieft niet. Ik hoor hem nog steeds rondlopen daar. I can smell you. Oh, fuck off. I can smell you. Als hij maar niet door die fucking deuren gaat. Ik weet nu echt niet wat ik moet doen, jongens.
Oh shit. Ik ben er gepasseerd. Okay, kunnen we niks? Kunnen we dit ding alsjeblieft overmaken? Zeg het maar alsjeblieft. Go open. Ga erin. Yes! Oh, we made it! Holy shit, we made it! Holy shit, we made it! Holy shit, we fucking made it! Okay. Calm down, Roy. We made it. We fucking made it. Hij loopt hier boven me. Maar fuck dat, ik heb het gered. Antiek coin. Okay, dankjewel man. Dat is echt, ik ben nu echt op zoek naar geld. Dat maakt me nu echt zoveel uit. Echt, geld is what I need at this moment. Nee, ik wil gewoon veilig zijn. Dit huis heel uitkomen. Dat is wat ik wil. Ik hoor hem nog steeds lopen hier, ergens. Ik wil nu echt niet doodgaan. Waar zijn wij nu? Waar zijn we nu? Oh shit, ik hoor van alles. Hoe klimmen we hier omhoog? Oh zo. Oké. Wat kan ik hier? Oh, opslaan! Yes! Ik kan hier opslaan! Oh, yes! Yes! Holy shit, ik kan hier opslaan. Daar ben ik echt zo blij mee. Oh, wat een zenuwslopende episode. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ik ga nog eventjes deze map oppakken. There you go. Holy shit. Wat kunnen we hier nou? They really stink. Ja, yeah, no shit. Van die rotte sokken. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit was echt eng. Die guy. Holy shit. Die fucking guy. Oké, wat kunnen we in deze kist? Oh, hier liggen wel allemaal spullen in. You can store your items here. Oh. Dat wil ik erin doen. Doe die er maar in. Gewoon alles wat ik bij me heb. Wat maakt het uit? Toch? Wat kan... Oh, handgun ammo is misschien wel handig om bij me te hebben trouwens. Ja. En herp eigenlijk ook wel. En daarmee kan ik mezelf fixen. Maar die antique coin, ja, weet je, fuck dat. Die laten we gewoon in die kist liggen. Wow. Oké, kunnen we hier nog... Ja, we kunnen daar de deur door. Maar weet je wat, jongens? Ik denk dat ik het zo wel mooi vind eventjes voor deze episode. Want wat er allemaal weer is gebeurd. We gaan hier nog eventjes kijken. Ligt echt allemaal shit hier. Combine items in your inventory. Oh, wat? Oh, wacht, hier, combine, RB, zo. Oh, je kan dus combineren. Alright, dan gaan we in de volgende episode achterkomen. Zo, ik kom even niet aan mijn woorden. In ieder geval, beste kijkers, ik wil allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze Resident Evil 7 episode. Hopelijk hebben jullie al van genoten. Zoals je wist, even die blauwe duimpjes omhoog, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video. Laters!